Ook dicht bij huis is het kerstgevoel op bijzondere manieren te beleven. Zo opent ook Galerie 1400 weer haar deuren in kerstsferen. De kunstgalerie is gevestigd in het iconische Witte Kerkje langs de dijk in Slijk-Ewijk en is de afgelopen tijd uitgebreid met een extra verdieping. Lampjes, een kerstboom, lekkere hapjes en vooral veel gezelligheid. De kunstgalerie 1400 in Slijk-Ewijk is op 7, 8, 14 en 15 december een waar kerstparadijs. Een kerstfair speciaal voor de kunstliefhebber. Ik ben zelf fan van kerst. Vind ik heel leuk om naar een kerstmarkt te gaan en soms mis ik daar iets. Dus het leek me leuk om mijn eigen kerstfair te organiseren. Met mijn eigen kunst, met de bronzen beelden van mijn moeder, met kunst van anderen. Ook wat kleinere kunst, zodat mensen het ook makkelijker kunnen meenemen dan wanneer je alleen bronzen beelden hebt in grote schilderijen. Speciaal voor de kerstfair zijn er dus kleinere kunstwerken te koop. Deze kunstwerken komen overal vandaan. We hebben vaker kunst van anderen, maar nu hebben we er extra op gelet dat het ook wat kleine kunst is. Dat je een soort kleine kunstschatten hebt die betaalbaar zijn. Want bij een kunstwerk is dat natuurlijk ook wel een van de voorwaarden. Dat mensen ook met iets naar huis kunnen gaan. Ik heb ze gevonden in Portugal. Daar heb ik hele mooie kunststukken uitgezocht en hier naartoe laten versturen. In België mooie kunstenaar. Met hele mooie excentrieke beelden, met heel veel expressie erin. In de galerij hangen de kunstwerken van Hoogveld zelf, maar ook het werk van haar moeder is hier te bewonderen. Speciaal voor kerst heeft de rest van de familie ook een rol tijdens de fair. Mijn kinderen mogen één keer per jaar ook in de galerie zijn, met hun eigen schilderijtjes, keramieke beeldjes. En mijn vader loopt rond met de hapjes, dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En mijn nieuwe schoonzonen die lopen rond met de drankjes en serveren een glaasje glühwein. De galerie is gevestigd in een oud wit kerkje. Na een flinke verbouwing heeft het kerkje nu een extra verdieping voor nog meer kunst. We hebben een hele mooie verdiepingsvloer erin gelegd. Mijn idee was dat ik door de ramen wilde kijken. Vooral daarboven achter het orgel. Daar heb je gewelven en mooie ramen tot de vloer. En het leek me zo prachtig om daar te kunnen lopen. Toevallig zijn er ook hele mooie nissen waar mijn schilderijen prachtig in uitkomen. En verder kun je nu helemaal rondlopen boven. Dus dat is hartstikke mooi. Je kijkt naar beneden. Je hebt van alle kanten zicht op het orgel, op de kansel. Ja, ik ben er zelf heel erg tevreden over.